Ik zie dat de fractie van DENK met twee vertegenwoordigers in de zaal zit. Dat is niet afgesproken. Dus ik had graag dat we pas deze vergadering voortzetten of schorsen, totdat er nog maar één iemand van DENK, zoals het hoort, in de zaal zit. Tot zover. Dat is op zich een inhoudelijke reminder. De afspraak is dat de fracties met één raadslid zitten, met uitzondering van Leefbaar Rotterdam 2. Dat is de afspraak. Kijk de fractie van DENK op aan. Ja, voorzitter. Ik zit inderdaad nog voor het kleine gedeelte wat nog overbleef van dinsdag. En dat zijn nog even de toelichting op die moties. En dan was ik voornemens om inderdaad de zaal te verlaten. Maar als het echt een megaprobleem is, dan kan ik collega natuurlijk even vragen om achter de coulissen te gaan zitten. En zodra ik weer vertrek, weer tevoorschijn te komen. Zullen we afspreken dat als u de moties zo meteen klaar zijn, we hebben nog eentje, dat u hiernaast gaat zitten. De koffie is lekker hiernaast. Goed. Met die praktische mailsen. Ja, daar ga ik niet mee akkoord. Ik zou er graag over stemmen of DENK nu met twee vertegenwoordigers in de zaal mag zitten. Dit is echt islamisering ten top, voorzitter. We gaan. Van Baarle. Nee, voorzitter. Laat ik inderdaad niet ingaan op wat de heer Meeuwis inhoudelijk stelt. Maar als de collega's een prijs opstellen dat er één vertegenwoordiger van onze fractie aanwezig is, dan is ondergetekende volgaarne bereid om even bij de coulissen te gaan zitten. Ik had de praktische voorstel gedaan. We hebben nog één motie te gaan en dan de heer.